Over ongeveer een maand staat Nijmegen weer vol met feestvierders. Feestvierders die graag naar de leuke optredens in de stad komen, maar ook een lekker drankje willen drinken. Sinds een aantal jaren komt elke editie een speciaal vierdaagse biertje op de markt. Het biertje van dit jaar is inmiddels gepresenteerd. Het idee voor een speciaal vierdaagse feestenbiertje is ontstaan in de coronatijd. Een samenwerking tussen Nijmeegse brouwers en de organisatie van de vierdaagse feesten zelf zorgt ervoor dat er een stijgende lijn in zit. Ja, in coronatijd, toen er geen feesten mogelijk waren, vonden wij het toch wel mooi om toch iets te kunnen doen. En is er een samenwerking gekomen met de 5 Nijmeegse brouwers en wij als Vierdaagse Feesten. De handen ineen geslagen om toch de feesten in ere te houden met een biertje. En dat was een vrij klein project nog. Maar ja, dat heeft een vervolg gekregen. En nu zijn we al een aantal jaren bezig met elkaar. En ieder jaar wordt het biertje steeds lekkerder. Het biertje hoort echt bij de stad en dat willen de makers ook uitstralen. Ja, heel eerlijk, wij zijn bij een van de brouwers zijn we beneden gaan zitten, hebben heel veel bier gebakt. En zijn we gewoon gaan nadenken over wat zou nou vet zijn om voor Nijmegen echt weer te ontwikkelen, wat heel erg Nijmeegs is. En zo zijn we voor dit jaar echt op een eeuwenoud recept gekomen. Dat leek ons wel heel gaaf om het bekendste Nijmeegse bier, Nieuw Licht van vroeger, van de Heumse brouwerij, om dat nieuw leven in te blazen, nieuw Nijmeegs licht wordt het nu. Nou, het idee is in ieder geval echt Nijmeegse cultuur er weer in te brengen. Dus we hebben ook bijvoorbeeld gewerkt met een graansoort uit de buurt, een rode emmer uit de akkers in Doornik. Dus het is ook wel echt een vrij leuk een lokaal bier. Lekker, vooral lekker lokaal bier. Het biertje is nu al in de supermarkten te verkrijgen en is natuurlijk ook te verkrijgen tijdens de feesten zelf. Jazeker. Daar is natuurlijk uiteindelijk om te doen. Hè, dat we ook op de Vierdaagse Feesten met dit biertje kunnen proosten. Er zijn veel podia en pleinen terrassen die meedoen. Niet allemaal. Maar op veel plekken is hij verkrijgbaar. Dus in de stad, tijdens de feesten, kun je hem zeker proeven. En als je niet zo lang kan wachten, dan ligt hij vanaf vandaag in de winkels.